Goedemorgen, schat. Goedemorgen. Het is zaterdag? Zaterdag. Ja, volgens mij zaterdag, ja. Hier ligt een heel lief meisje. Net eten gehad? Ja, en wij ook. Wij hebben heel lief van de bakkersfiets eten gehad. Ja, daar bestellen we altijd. Ja. Gewoon de eigenaar hebben. Maar we wisten helemaal niet dat zij wisten wie wij waren. Ja, lief. Lekker zatje. Lekker. Okay, eet smakelijk. Oh, goedemorgen. Kijk eens even mijn outfit op de day. Ik heb een kid outfit aan. Kijk nou. Kijk. Broekie. Zo. Wij knippen nu dit open. Zo. Zodat het makkelijker aan kan. Ja. Haha. Spekkie dat je bent. Die pekkie dat je bent. Oh my god. Zit je niet te vechten? Nee. Oh. Oef. En de andere armpje? Een andere handje? Ja. Kijk eens of jij beweegt met je andere handje. Hé? Hey? Ja, even bewegen met je andere handje. Hé? Hey. We moeten blijven stimuleren. Oh, kijk eens. Pinky. Ja, zit ze lekker te... Nu met haar pinkje. Wacht even met de andere. Ja. En vergeet niet te wrijven over de armpje. Ja, ja, ja. Ja, een beetje knijpen wel. Een beetje... Ja, ja. Goed zo. Goed zo. Ja. Lekker bezig. Nou, ik denk dat ik al zo heb zo. En een beetje drijven. Oh, ja, sterk. Oh, ben je sterk. Ik denk dat het geen megaborden waren. Die konden we helemaal weg. Voor 5 borden om laten vallen en kapot allemaal hier. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Kijk eens. Een beetje hier aanraken. En toen moesten we ons omkleden. Moet je kijken wat een spekhoofd. Wat een spekhoop begin jij te krijgen, zeg. Oh, je volgt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, ik kan de hele dag naar jou kijken. You're so cute. Ik vind het gewoon ook echt leuk voor later, ook deze beeld. Ze verandert ook serieus elk uur. Ja. Elk uur ziet er weer anders uit. Jongen. Nee, dat je hebt het net gehad. Dit is echt. Ja? Ga je ervoor? Twijfeltje. Oké. Okay. We gaan hier lekker. Het gaat allemaal lekker. Lekker, lekker. Mijn broek zei lekker als een gek. Goed teken. Ditje doen. Kijk even naar die lama trouwens die hebben gehad. Vriend, hoe leuk. We moeten het even hebben over de mood van deze baby. Dit kind, het is niet normaal. Die slaapt zoveel. Dan krijgt ze melk en dan vervolgens is ze oud. Maar je moet, op een gegeven moment moet je er gaan wekken. Zo van, het is tijd om weer te eten. Het is niet te doen. Dat was al een uur geleden. Ja, het ze, is heeft niet wel, te doen. Ja, ze heeft wel ze heeft heel veel gedronken. Maar dit is echt... Oh mijn god. Kijk hoor. En dan gaat ze boos kijken. Zo van, ik slaap wel hoor. Ja, laat me met rust. Ik ga slapen. En dan ging ik haar handje ging zo optillen. Zo. Kijk, oh, je bent wakker. Je bent wakker. Hè? Ja, was je in... Oh. Weer tijd. Oh. Ja, volgens Schattig mij. Wat een squeak. Is... Hoppa. Dit is zo cute. Ja, de mond maakt de beweging van drinken. It's finally time. Kijk dit, kijk dit. Oh, lievertje. Te laat, je had je. Je had je chat. Ja, maar ik heb haar gevoed. Weten alleen... jullie nog die vlog van die panda beer? Ja, dit kijk, is. Kijk, kijk, kijk. Oh, ja. Oké, okay, wacht. Ik kan beter hier laten. Ja, de panda. Oké, okay, kom op. We gaan je even optillen, want je moet echt gaan drinken. Jongens, ik ga weer eens koken. Ik heb er serieus zin in. Ik ga lekkere spiezel maken. En dat doe ik dan met de crème fraîche. Een lekker uitje. Een knoflookje. We hebben hier gorgonzola. En we hebben smoked mozzarella. Dus dit is allemaal nog gekocht voordat Masha was bevallen. En dan mag je dus niet alles eten. Dus daar hadden we helemaal uitgezocht, bla bla bla. Dus dit. Dus ik ga hier lekker mee kokerellen en pasta maken. Let's go. Vet. Is goed voor je buik. Oh ja, ik moet mijn nagels knippen, dat weet ik. Ze is nog geen tijd voor van. Nee, maar ik doe niet uit. Dit gaat ook wel lekker, volgens mij. Ja, het wordt iets zacht. En dan wordt het weer hard volgens mij. Zoiets. I don't know. Misschien wel of het lekker wordt. Ik denk het wel.
Ja, dit zit erin. Zo'n fles zit erin. Ik heb blammo. Ik hoop dat dit lekker is. Het ziet er niet verkeerd uit. Dus let's see. Oké, nou, madame is beneden en ze is klaar wakker precies wanneer de pasta klaar is. Lekker. Maar we kunnen het toch gewoon even eten? Ja, ze is niet aan het piepen, maar... Nee. Oké. Een leuk perspakketje. Wat cute. Oh, kijk nou. Dat is een schattig goedje. Oh. De leden. Hey, is dat ook weer voor het billetje? Hé, hey, die heb ik. Dit. Ik moet dit gaan smeren. Ja, baby stas. Baby buikjesolie. Voor een ontspannen buikmassage. Billenbalsem. Calendula. Calendula. Reinigingsmelk. Voor de luierverschoning. Oh, dat is, dan kan je dat op een doekje doen, zeg maar. Baby wash. Oh, dat doe je dan hier op. En dan kun je daar een billetje mee maken. Cleanse baby sensitive skin. Wauw. Oh, nice. Dit wil ik ook op mijn gezicht smeren of gebruiken. Jongens, onze kraamverzorgster die geweldig is, maar niet op film hoeft. Maar ze is echt top. Zij heeft zo'n lekker toetje. Ze is inmiddels weer naar huis. Maar zo'n lekker dingetje wat ze steeds maakt. En ik ga het nu delen, want dat moet je echt proberen. Dan vult ze een glas met sap. In dit geval hebben we aardbeisap. En dan doet ze er stukjes fruit in. Aardbeidjes en kersen zitten erin. En dan gewoon dit zo eten. Zo lekker. Echt love it. Kijk hoe lekker. Beetje masseren. Ik heb een glimlach even. Ja. Ja. Zo. Ja. Zo leuk. Lekker. Ik vind het fijn, liever. Dit is fijn, Poppy. Ja. Maar ik heb straks twee dames die ik moet... Nou, heb ik wel dus al, maar die ik moet gaan... Masseren, yep. Ja. Zo, terwijl Foefje je nog meer aan het knutselen is daar. Ik ben nog meer van die aloe vera dingen aan het maken. Beste ding ooit. Ja, dit voelt wel heel fijn voor jou, zo, hè? Zo, ja. En ik heb ook appelstrook. Er hebben wel heel veel mensen gekomen. Dat heeft de kraamverzorgster ook van gemaakt. En ik vind het fijn om ze af te wisselen, zeg maar. Ja. Dus ja, aanrader. En ik ben een beetje aan het voorlezen in dit boek, wat geweldig is. Dit is vaders eerste jaar. Ik had net die andere, de zwangerschapsboek. Maar nu gaan we deze doen. En... Ondertussen ligt madame hier gewoon lekker te knorren. Dus. Ja. Lekker toch? Ja. Ja. Dan gaan we straks voeden en dan slapen. Ja, misschien nog iets kijken. Het is 10:30. Nee, dan gaan we lekker zo slapen. Oké, guys. Ik ga de vlog afsluiten. Het is inmiddels 11:30. Tijd voor verschonen en voeden. En 3 uur slapen en dan weer door. En ja. Zo gaat ons ritme nu. Alles draait om de borstvoeding. And I really like it. Dus, oké. Welterusten, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer.